De Dolomina's maken vanaf de jaren 70 furoren. In het kielzog van hun Nederlandse collega's organiseren de Vlaamse Mina's in maart 1970 een eerste actie. Momenteel loopt er een tentoonstelling over het feminisme van die tijd in het Bellevue in Brussel. Historica en curatrice Els Vloer geeft duiding, want ook voor 1970 broeit er van alles. Je ziet op een bepaald moment bouwt er zich echt wel een spanning op in de samenleving. Trouwens niet alleen in België, dat feminisme van de jaren 60-70 komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Omdat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn, ze gaan ook meer op de arbeidsmarkt gaan werken. En terzelfde tijd blijft de samenleving een heel traditioneel beeld van vrouwen uitsturen. Wat dan de precieze aanleiding is, is altijd moeilijk te zeggen, maar je hebt natuurlijk mei 68 als een soort van groot moment van onvrede die losbarst. De thema's waarover de Mina's zich buigen gaan van kinderspeelgoed tot lesboeken tot anticonceptie. Het is een heel breed actieterrein waarin dat zij zowel gaan focussen op heel concrete wetten die moeten veranderen, als gaan zeggen van ja, we willen eigenlijk alles, alles opnieuw uitdenken. Onze relaties, onze kijk op ons lichaam, ons onderwijs, onze arbeidsmarkt, de combinatie met gezin. Ze zitten echt op die twee sporen. In tegenstelling tot hun voorlopers zijn spraakmakende, vaak ludieke acties hun modus operandi. Een van de meest spraakmakende acties van die feministische groepen uit de jaren 70 was een verstoring van de Miss België-verkiezing in 1971. Toont ook meteen hoe actiegericht ze zijn en hoe creatief, want ze laten gewoon een van hun mensen meestappen in de selectieprocedure voor Miss België. Een knappe jonge vrouw en ze haalt de finale. Tijdens de live uitgezonden finale stapt de infiltrante plots uit de rij om nee aan de uitbuiting van de vrouw te scanderen. De actie haalt het grote televisiejournaal. Ze slagen erin door goed te kiezen welke evenementen ze opzetten om meteen een groot publiek te bereiken met die acties. Maar of dat groot publiek ook wakker ligt van vrouwenrechten, vragen critici zich af. Ze worden van antwoord gediend op de eerste Vrouwendag. Die Vrouwendag was vrij haastig opgezet op een paar maanden tijd, geïnspireerd op een dag in Parijs. En tot verrassing van iedereen, zowel de organisatoren als de pers, komen daar 8.000 à 10.000 vrouwen op af. Dat was hier in Brussel in de passage 44. De brandweer heeft het gebouw op een bepaald moment moeten sluiten voor bijkomende bezoekers. En dat was voor de pers ook een grote verrassing en dat deed hen ook wel zien van hier is echt wel iets belangrijks gaande. We kunnen dit eigenlijk niet afdoen als een soort kleine radicale groep. De verschillende kernen in Gent, Antwerpen, Brussel en Oostende zijn vaak een kort leven beschoren. Ze vallen uit elkaar en de leden herorganiseren zich in andere groepen. Hun bijdrage in abortusrecht, gelijk loon en de plaats van de vrouw in de maatschappij blijken wel van essentieel belang. Al blijft er werk aan de winkel. Het is een heel gemengd beeld van een aantal vlakken waarop er merkbaar vooruitgang is geboekt en een aantal andere waarop er nog veel werk is. Bijvoorbeeld ook geweld op vrouwen. En MeToo heeft voor de zoveelste keer eigenlijk getoond hoe groot dat probleem is. In de jaren 70 is dat voor het eerst gesignaleerd. Dus zeker niet dat er niks is gebeurd in de tussentijd. Er is wetgeving, er is hulpverlening opgestart, er zijn bewustmakingscampagnes gedaan en toch zie je dat dat probleem eigenlijk heel aanwezig blijft.